Hallo en welkom bij Arnhems Kitten Keramiek Atelier at Home. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je je tegel kan decoreren. Wij doen dat met angobus. In de pakketjes heb je angobus. 5 verschillende kleuren. Ik zal even uitleggen wat dat is. Angobe is niets anders dan eigenlijk klei met een kleurpigmentje. Alle grove deeltjes van de klei zijn eruit gehaald, waardoor het net als verf aanvoelt en er is een pigment toegevoegd. De angobe gebruiken we op de leerharde klei en hij ziet in het begin een beetje gek uit, want je krijgt niet meteen deze kleur te zien. Bijvoorbeeld, dit wordt het als het geglazuurd is. Zo zit het in het potje. En zo ziet het eruit als het gedroogd is en nog niet gebakken en nog niet geglazuurd. Dus je moet even vertrouwen op hebben. Het wordt zo. Deze kleuren komen uiteindelijk op je tegel te staan. Je kan met de angobe gewoon schilderen. Ik heb hier een kopje, dat is beschilderd met angobe, met een dunne kwast. En je ziet al, er zijn allemaal verschillende soorten groen. Je kan dus alle angobes met elkaar mengen. Je kan dus de groen en de geel bij elkaar doen en dan wordt het lichter. Je kan geel en blauw, dan maak je je eigen groen. Kan allemaal door elkaar mengen. Gebeurt niks. Wij hebben een tegel en ik laat jullie vandaag een techniek zien en die heet Sgraffito. Oké. Ik heb hier de tegels, die hadden we hier in bewaard. Het plastic heb ik al afgehaald. En als je de tegel eruit haalt, ga je hem even mooi recht maken als die een beetje krom geworden is met een Stanley mes. Nou, totdat die mooi recht is. Sgraffito is een oude techniek en het is eigenlijk een inkrassen in kleislip. Dus het eerste wat ik doe, ik bedenk een motief. Ik wil iets met grassen doen. En ik kies een kleur. Ik kan ook natuurlijk meerdere kleuren kiezen. En ik neem een kwast. En daarmee breng ik het op. Bijvoorbeeld een grote blad doe ik met deze grote kwast. En een kleinere grashalm doe ik met deze. En als je goed ziet, kijkt, zie je dat de angobe, dat je de kwaststreek ziet. En dat blijft ook zo, want angobe is klei, dus dat gaat niet smelten in de oven. Dus dat is het voordeel van angobe, of het effect, dat je de kwaststreek blijft zien. Nou, ik maak hier wat grassen, dikke of dunne, zoals je zelf wil. Als je het een beetje vaag wil houden, dan draag je hem niet zo dik op. Zo, bijvoorbeeld zo. Ik moet wachten totdat dit gedroogd is. Nou, heb ik er al eentje gemaakt die gedroogd is. Deze. Je ziet aan de rand al dat die veel lichter wordt. Daar is die al helemaal droog. En in het midden is die nog iets donkerder. Hier glanst die nog, daar moet ik nog een beetje uitkijken. Die leg ik neer en nu ga ik de sgraffito doen. En daarmee accentueer ik eigenlijk mijn soort schilderij. Ik gebruik hier een hele gewone satéprikker. En dan ga ik mee krassen. Als eerste, ik kies ervoor om de rand te accentueren. En ga gewoon langs de rand van dit plaatje. En dan ga ik hier een soort nerven in maken. Nou, nu zie je dat je allemaal van die krulletjes krijgt. Ga alsjeblieft niet met de hand, want dan versmeer je het. Je kan het even zo doen. En er blijft nog altijd iets op zitten. Als je wacht tot die helemaal droog is, kan je hem weghalen zonder dat dat versmeert. Nou, dan heb ik dit, vind ik nou wel leuk. En dan zie ik dat ik hier... Nou, dit lijkt toch echt niet op een blaadje. Wat kan ik nou doen? Ik kan het wegkrassen, maar dan zie je het heel erg. Ik kan het ook een sponsje gebruiken. Gewoon een sponsje. Ik heb deze een beetje
op maat geknipt, zodat ik een klein stukje voor heb. En dan denk van, nou, ik wil deze toch puntigen. En zie je hoe je toch nog bij kan werken. Sterker nog, als je niet tevreden bent met je schilderij, dan kan je hem eigenlijk helemaal eraf halen. Moet je wel wachten totdat die weer opgedroogd is. En niet te hard poetsen, dan komen te veel korreltjes omhoog. Zo. Oké. Nou zie je hier ook, als je goed kijkt, zie je dat hier heb ik zo geschilderd en hier zo. Dat is het mooie aan de angobe. Omdat die niet loopt, blijft het dus zo staan en lijkt het alsof dit blad erachter is en dit ervoor. En dat gaan we ook nog een keer accentueren. Dus ik ga nog een keer krassen. Deze zo. En deze zo. Ik heb hiervoor een motief gekozen dat een beetje naïeve plaatjes. Maar je kan allerlei soorten patronen, motiefjes. Zoveel kan ik helemaal niet voordoen, maar die kan je overal op internet en op Pinterest vinden onder Sgraffito. Kijk maar en zoek daar maar inspiratie. Deze, als je die helemaal afmaakt, dan krijg je dit. En zo ziet hij er uit. En als je hem dan bewaard hebt om te drogen, dan zul je zien, dan ziet hij na een tijdje er zo uit. Dan is de klei helemaal droog, dus dan wordt hij wit en je denkt van, oh jee. En als je het vergelijkt, lijkt het alsof de kleuren steeds vager worden. Maar geloof me, ze worden echt zo. Hoe bewaar je nou je tegel die klaar is? Die zet je weer tussen die gipsplaten, zoals we in de eerste video gezien hebben. Zodat ze mooi plat opdrogen. Nou ben ik nog één ding vergeten. Als je het randje, als je echt tegels wil leggen, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je dit bijvoorbeeld als losse unicaat wil gebruiken, dan is het mooi als je dit een beetje glad maakt. Dit kan je doen met een lepel. Plastic lepel, zo'n eierlepel is heel goed. En dan wrijf je. En dan wrijf je namelijk wat je doet, is dat je de korreltjes, zie je dat het wordt steeds gladder en het voelt ook heel glad, naar binnen drukt. En dan, dat is mooi. Dat kan je met een plastic, je kan het ook met een houten lepel doen. En dan zal ik je iets laten zien wat je ook kan doen, maar wat een effect heeft. Als je een metalen lepel hebt en je doet dat, dan zie je hier ook dat die zwart wordt. Dat is van het metaal gaat eraf. En dat kan zijn dat je dat na het stoken ziet. Dus als je dat niet wil, gebruik een plastic lepel. Dat is eigenlijk het fijnste. Oké, ik hoop dat ik je geïnspireerd heb en dat je leuk met Sgraffito aan de gang gaat. Veel plezier ermee. En andere decoratietechnieken komen later nog.